Ik kan het niet helemaal loslaten, nee. Nee, dit zal ik nooit los kunnen laten, wat daar gebeurd is. Het is een klap in je gezicht. Je wordt er op slag beroerd van. Wat beweegt een mens ertoe in onze samenleving, hier in Nederland, om met een pistool gericht op iemand te schieten met de wetenschap dat je daar een leven mee neemt? Dan denk je, ja... Dan ga je, het eerste wat je denkt van... Hoe kan het nou? Waarom hij? Waarom? En het hoe? Alex Wichmink uit Drempt. 44 jaar, getrouwd en vader van 3 zonen. Huisschilder en fanatiek sporter. Op 20 januari 2003 wordt hij vermoord. De moord op Alex is een zaak die, zeg maar, in mijn denkbeeldige top 10 staat van zaken die ik per se wil oplossen. Waar ik heel gebrand op ben om achter de waarheid te komen. En waarvoor mensen mij 's nachts mogen opbellen met de gouden tip. 8 jaar later weten zijn familie en vrienden nog steeds niet door wie hij is omgebracht en waarom. De moord op Alex Wichmink is bekend komen te staan als de postbankmoord. Deze plek is natuurlijk de plek waar wij heel veel uren hebben doorgebracht in onze jeugd. Zowel op als in het water. Zwemmen, schaatsen, kanoën en hutten bouwen, pootje baaien. Noem het maar op, kampvuurtjes aan de waterkant. Aardappels poffen. Het zijn hele fijne herinneringen die ik hier nog heb liggen. Alex, die zie ik hier nog steeds over het ijs zwieren of in de kano peddelen. Of in het water, dan was hij helemaal in zijn eentje. Dan zwom hij helemaal vanaf hier zo ongeveer tot aan het Zwarte Schaar. Dat is een camping 3 kilometer verderop. En dan zwom hij weer helemaal terug. Of hij peddelde het hele eiland hier rond en terug in zijn kanootje. En dat was hetzelfde met schaatsen. Dat was als zo gauw het ijs betrouwbaar was, stond Alex erop en hij ging. Dat was gewoon zijn passie. Dat deed hij met zijn hele lijf. Dat was aanwezig in het water. Ja, wat laat hij achter? Een leegte natuurlijk. Een lege IJssel laat hij achter. Alex is op 17 januari 1959 geboren. Hij is de jongste van een gezin van 5 jongens en een meisje. De familie Wichmink woont in Doesburg. Zo'n ontzettend lief manneke om echt alleen maar mee te knuffelen. 2,5 jaar toen ik inmiddels 18 werd. Ja, dat is niet te bevatten. Dat beeld zit nog steeds op mijn netvlies. Later woont hij met zijn vrouw Greet en zijn 3 kinderen in Drempt. Vlak bij zijn ouderlijk huis. Alex is als kind vaak te vinden in de natuurgebieden in de buurt. En ook later als sporter. De postbank kent hij op zijn duimpje. Goedenavond, dames en heren. Het nieuws van dinsdag 21 januari. De politie heeft een grootscheepse zoekactie op touw gezet naar een 44-jarige inwoner van Drempt. De man ging gisteren na zijn werk trimmen in het bos bij Rhede en wordt sindsdien vermist. De politie heeft aanwijzingen dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Als Alex nog in leven zou zijn, dan zou ik zeggen, oh ja, dat is waar, ik heb ook nog een broer in Drempt. Zo gaat het in het leven. En nu zeg ik van, hey, hallo, mijn jongste broertje uit Drempt is vermoord. Mag ik even weten wie het gedaan heeft? En waarom? De
de technische recherche kamde vandaag het gedeelte van de postbank uit waar de man regelmatig gaat hardlopen. Meteen na de vermissing kreeg de politie al een tip. Voorbijgangers zouden in het gebied iets verdachts hebben gezien. Dat zoiets kan gebeuren. Dat je niet alleen, eigenlijk niet alleen kan lopen. En waarom doen ze dat? Ja, waarom? Jongen, er is niks te halen. En ik kom ook vaak langs de plek nog. Dan hou ik altijd even stop. En dan buig ik me eventjes en dan sla ik even een kruisje bij wijze van spreken. En dan denk ik toch even weer aan Alex. Ja, dat is natuurlijk... Vragen komen naar boven. Wat is daar gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Waarom? En wat? Vraagtekens. We weten het nog niet. Een fanatiekeling. Ja, want dat blijkt ook wel. Als wij de dag ervoor nog naar Papendal zijn gelopen... gaat hij de dag erop weer lopen. Als hij wat begon, dan moest het ook wel... acuut en dan vol overtuiging. En niet lullen, maar poetsen. Nee, dat moest keihard gaan. Hij had af en toe had hij geen tijd voor je. Omdat hij gewoon vond dat hij dan op dat moment wou gaan hardlopen. Dat was dan zijn grootste passie. En dan had hij gewoon geen tijd voor je. En dan kon hij gewoon, daar kon hij bot in zijn. Dan kon hij zeggen van, ik ben nu even niet beschikbaar. Alex was een individualistische, introverte, maar keiharde werker. Ik heb ook met Alex in Athene gelopen. De echte marathon heb ik met hem gelopen. Alex was beter dan ik op dat moment. Ja, en, maar hij zei, Alex zei... Ja, kom maar, Ad, we blijven bij elkaar en ik help je. Ja, dat is fijn, want een marathon dat is natuurlijk heel wat anders. Hè? We blijven bij elkaar. Ik zeg, nee Alex, ga jij nou maar, want je kan een goede tijd lopen vandaag. Je bent hartstikke in vorm. Nee, zegt hij, ik blijf bij je. Maar nou, hij blijft een hele tijd bij me. Maar ik zeg, ja, nou, na 30 kilometer, ik kan het heel slecht. Ik zeg, nee, ga jij nou maar. En toen ging hij, hoor. Ja. Dus hij kwam in voor mij over de finish. En wat bleek later, kwam hij me weer tegemoet lopen. Het laatste stuk, de laatste 5 kilometer, hebben we samen toch weer gelopen. En toen kwam hij me weer ophalen. Nou, dat vind ik klasse. Net 2 dagen voordat hij vermoord werd. Ja, hij zei dat hij wel in de shape zoals hij zich voelde. Dan zou hij wel 85 worden. Ja. Ja. Hij leefde gezond. Hij at gezond. En hij voelde zich goed op dat moment eigenlijk. En het was eigenlijk ook wel een passie van hem en een... Om gezond te blijven. Je kan 1 kilometer of 2 kilometer met elkaar lopen. Je bent kapot of je gaat tot het uiterste. En toch spreek je met elkaar, bij wijze van spreken. Ja, naar de ademhaling luister je dan en gaat het goed. Je denkt, je houdt een beetje in en af en toe een beetje... Ja. Het gaat niet zo dat je van elke training een wedstrijd maakt, maar je houdt toch rekening met elkaar. En als je dan moe bent en je komt later en je komt terug bij een eindpunt, dan zeg je, hé, lekker gelopen. Weet je, dan laat je niet blijken dat je tot het uiterste bent gegaan. En dat doet hij dan ook waarschijnlijk niet. Ja, en zo loop je met elkaar en dat kweekt vriendschap. En vandaar dat het zo moeilijk is als iemand zo ineens plotseling onverwachts weggaat. Opsporing verzocht.
grote vraag is, wat heeft deze sportieve vader van drie zonen gezien dat hij niet mocht zien en met de dood heeft moeten bekopen? Mensen zeggen wel eens van, je bent te fanatiek, laat het nou eens los. Maar dat kan ik niet loslaten. Wij gedenken vandaag dat Alex op 20 januari op deze plaats op een afschuwelijke wijze om het leven is gebracht. Vaak tijdens het hardlopen denk je er ook aan. Of je ziet iemand lopen dat je denkt van god, zo liep hij ook altijd. En, ja, terwijl we elkaar helemaal niet zo heel goed kennen. Maar het hakt er echt in, dat merk je goed. Ja. Ik wil het ook herdenken dat we onze hardloopvriend verloren hebben. En ik heb Alex altijd goed gekend. En ja, dat is een spontane collega hardloper. Nou ja, dat raakt me nog steeds. Sportieve jongen, in zijn korte broek. Ja, ik zie hem datzelfde jackie aan hebben wat hij altijd aan heeft met dat opschrift van achteren. Dan is hij daar weer eventjes. De memorial loop, die zijn we gelijk gaan organiseren het jaar daarna. Om de zaak dus toch een beetje levendig te houden. En dan gaan we gezamenlijk, heel rustig, dat rondje van 15 of van 10 lopen. En dan is iedereen in gedachten. Ja, hier zou Alex wel eens gelopen kunnen hebben. Ja, en dat, ja, dan ben je toch met z'n allen ben je toch bezig met waar Alex ook op zijn laatste loop mee bezig is geweest. We beginnen vanavond met de moord op Alex Wiegmink op de Postbank in januari 2003... nadat hij daar een rondje was gaan hardlopen. Het is een zaak waar wij achter de schermen altijd druk mee bezig zijn geweest en waarvan de nabestaanden vreesden dat de daders nooit meer gepakt zouden worden. Alex Wiegmink was een doodgewone man waar je eigenlijk niks op kon aanmerken, die een keurige baan had, een family man, een sportman en niet iemand die in de drugs zat of aan de drank verslaafd was of overspel pleegde. Nee, helemaal niks. Keurig eigenlijk. En op het moment dat je dan op zo'n gruwelijke wijze ineens uit het leven wordt weggetrokken door een moordenaar, ja, dan is dat toch wel uitzonderlijk. Ik heb Alex altijd gezegd dat toen hij zelf ging lopen en trainen in dat bos, jongen, parkeer je auto op een plaats waar die altijd zoveel mogelijk gezien wordt door mensen die er langskomen of die in de buurt zijn. Dat geeft een stukje veiligheid voor jou. Ja, maar Alex was toch iemand die dacht dat hij dat hem toch niks zou overkomen of dat hij daar waarschijnlijk toch weer mensen zou treffen. Dat dit zou gebeuren, dat anders zet je daar de auto niet neer. En hij zocht wel de stilte op. Dat kon hem niet schelen of het was nooit stil genoeg voor hem. Hij was niet bang of zo. Er is een getuige die daar langs fietste en die het een en ander heeft gezien en die vrijwel zeker ooggetuige van de moord is geweest. Ik kwam hier aan fietsen en ja, ik zag iets wits eigenlijk door het struikgewas. Nu had ik even geen zicht omdat er ja, bomen en dergelijke in de weg stonden. Dus toen ik weer vrij zicht was, zag ik dat er twee mannen wegliepen en daarachter lag een man op de grond in een foetushouding. Ik zag dat hij een enorme bloedplek op zijn rug had. Ik ben eigenlijk doorgereden en ik heb 112 gebeld. Doorverbonden met politie. Ja, ik heb me eigenlijk verscholen. Als die fietser er niet was geweest, dan had je zo verschrikkelijk in het duister getast. Ik zie dan voor me dat hij daar geweest is, op die plek, en dat hij iets gezien heeft wat niet in de haak was. En je zag een beetje standing gaan maken, hè? Weg. Misschien heeft hij wel een beetje handgemeen gebruikt, ik weet het niet. En dan, ja,
of geslacht wordt. Om een uur of zes, als hij dus afgesproken heeft met Geet dat hij voor 6 uur thuis zou zijn, zegt Geet: hè, waarom is hij nou niet op tijd? Want hij is altijd op tijd. De zus van zijn vrouw belde mij op om te vragen of ik wist waar Alex was. Of hij soms hier nog bezig was, want hij kwam vaak bij mij thuis. En of hij misschien hier gestart was, want hij was nog niet thuis. Nou, ik moest helaas zeggen dat hij hier niet geweest was en ik wist nergens van. Dus die neemt de jongste mee in haar auto en rijdt de postbank. En gaat naar diverse parkeerplaatsen kijken waar Alex normaal gesproken zijn auto altijd parkeert. En vindt nergens zijn auto. Die kwam eraan en mensen tegemoet gereden. Mijn verhaal was zo geloofwaardig naar de politie dat ze het ook serieus namen. Want ik was zelf bang toen ik terugkwam. Er was helemaal niks meer te zien. Geen lichaam meer, geen auto meer, geen mensen meer. Geloof mij en mij nog wel. Er was helemaal niks meer te zien. Hij is nog heel de dag hier omheen. Want ze, ja... Zijn geest hangt hier nog helemaal in het huis, kan je wel zeggen. In het bos is het altijd stil natuurlijk. En er kunnen spullen verhandeld worden of zo. Weet ik veel wat ze daar allemaal uitspoken. En dat heeft hij misschien wel gezien. Wat er dan op volgt, dat is natuurlijk dat je niet weet... Je weet niet wanneer het gebeurd is, je weet niet hoe het gebeurd is... en je weet niet waarom het gebeurd is. En je weet niet hoe hij zijn laatste periode, zijn laatste uur doorgebracht heeft. Dat is zo'n grote vraag voor ons. De moeder van Alex is inmiddels overleden. Ze is nooit te weten gekomen wie haar jongste kind heeft omgebracht en waarom. Zij was wel, voor mij, de meest aangewezen persoon... om lekker over Alex te filosoferen. En ik ben heel vaak bij haar op bezoek geweest. Ze heeft de laatste 1,5 jaar van haar leven... heeft ze in een fantastisch mooi verzorgingshuis in Velp mogen doorbrengen. En als ik daar bij haar op visite was... dan hadden wij het ook samen altijd alleen maar over Alex. En dan kwamen de meest gezellige, leuke, vriendelijke... verhalen kwamen boven tafel. En we pinkten ook wel eens een traantje weg. Ze werd ziek, ze kreeg pijn en ze zag het niet meer zitten. En dat was ook een van de aspecten. Dat ze kon niet verkroppen dat de zaak opgelost werd. Dat de zaak niet opgelost werd? Mm-hmm. In verband met het onderzoek naar de daders heeft de politie nu al een aantal eerste vragen aan u. Dat heeft haar levenslust ontnomen? Ja, gedeeltelijk wel, ja. Ze zei het wel niet, maar je kon het wel aan de merken. Ja. We zijn hier aan het zoeken omdat de passanten onder andere politiemensen hebben gewaarschuwd dat ze hier bijzondere dingen hebben gezien. Wat de passanten precies gezien hebben, wil de politie niet zeggen. De tip gaf in ieder geval aanleiding om direct met groot materieel uit te rukken. Als je hier alleen loopt, dan loop je gewoon tegen hem te praten. Want dan is hij nog in je leven. Hij blijft in je leven. Ik vraag aan hem wat er gebeurd is. En waarom dat het hier gebeurd is en dat hij niet beter op had kunnen letten. En ik loop op hem te schelden en ik zeg, waarom heb je dat nou gedaan? Waarom heb je auto niet op een betere plaats neergezet? En waarom moest je nou die 20e januari zo nodig nog een stuk gaan lopen? Het was toch slecht weer? Je had toch veel beter naar huis kunnen gaan? Had lekker met je kinderen gaan spelen. Was je er nu nog geweest?
Ja, dit is de beroemde Alexboom. Die hebben we gedoopt op de dag van de crematie. Toen zijn we met z'n allen hier naartoe gegaan. We hebben hier de krans neergelegd. En alle bloemstukken die er bij de kist waren. En toen hebben we met de naaste familie en vooral de kinderen... hebben we met z'n allen deze boom gedoopt tot de Alexboom. Staat er ook ingekerfd hier. Alex. En toen heb ik daar gezegd van... en we beloven elkaar dat als we in de toekomst... in de buurt van de postbank zijn... gaan we allemaal eventjes naar de Alexboom toe om Alex gedag te zeggen. En op het moment dat ik het zei, was het windstil. Maar toen ik uitgesproken was, kwam er een windvlaag door de boom heen... die tegen me zei van, het is goed zo. En toen riep ik nog, zien jullie en horen jullie en merken jullie dat ook? Die windvlaag ineens. En toen riep iedereen, die riep, ja, wat wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Alex Wiegmink's stoffelijk overschot is waarschijnlijk in zijn eigen auto naar het Brabantse Erp vervoerd. Erp ligt tussen Helmond en Den Bosch en daar werd hij op maandag 20 januari rond 8 uur 's avonds in zijn auto aan de Geemertse dijk gevonden. Nou, ik denk dat de dader zich gerealiseerd heeft dat de sporen nadrukkelijk naar hem zouden kunnen wijzen als hij het lichaam daar op die plek op de postbank had achtergelaten. Omdat hij daar misschien wel veel vaker opereerde en dat hij zich wel realiseerde dat de politie op een dag wel bij hem in de buurt zou komen. En dat kan ertoe geleid hebben dat hij dacht van, nou weet je wat, ik ga het stoffelijk overschot verplaatsen naar een hele andere locatie, waardoor men een beetje het zicht op de gebeurtenissen kwijtraakt. Ik reed die dag van mijn werk naar huis. Ik herinner het me allemaal nog goed. Het regende en het was donker. En rond 6:50 kwam ik achter 2 auto's te rijden. De auto die voor me reed was donker van kleur. En de voorste auto kon ik niet zien. De auto's reden ontzettend langzaam en ik ergerde me, want ik had haast. Ik zou op een bepaalde tijd thuis zijn en ik was al laat. Ik durfde niet in te halen. Ja, we reden wel 1,5 kilometer achter elkaar en ik ergerde me helemaal kapot. En tot mijn grote verbazing reed de voorste auto het bos in. En ik dacht nog, welke suffert gaat nu met zulk weer het bos in? Ja, door dit hele gebeuren kwam ik te laat thuis voor mijn afspraak. We wisten niet precies wat er gebeurd was. Toen dacht ik, nou, hij heeft zeker een ongeluk gehad. En ga je telefoontjes plegen. Ik kreeg een vraag wat er een beetje aan de hand is. Dus ik heb mijn oudste broer gebeld. En vraag wat er nou precies aan de hand was. En toen bleek dus dat hij in Erp gevonden was, die auto. En om 8:15 wordt de melding gemaakt van het in brand staan van een auto in een bosgebied vlakbij Erp. En als de brandweer daar komt en de brand blust, dan blijkt dat een auto te zijn die volledig uitgebrand is. Maar ze kunnen wel het kenteken, de plaats kunnen ze detecteren. En komen er dan heel snel achter dat dat de auto is van Alex Wiegmink uit Drempt. En ze vinden daar ook een verkoold lichaam op de achterbank. Zeker in de kofferbak. Uit onderzoek blijkt dat de autobrand kort en zeer fel is geweest en waarschijnlijk met benzine is aangestoken. Daarom wil ik ook vooral pompstationhouders oproepen en mensen die op die maandag op de genoemde route, of zoals gezegd in een ruime cirkel daaromheen, getankt hebben en zich herinneren dat iemand zo tussen 5:15 bijvoorbeeld een jerrycan met benzine vulde. Uh, 21 januari, 's morgens kregen wij een telefoontje om 9:00 of 21:00.
En mijn vrouw Tieneke die nam de telefoon op. En ik stond in de keuken, ik was wat aan het doen. En ik hoorde Tieneke heel verbaasd en heel geschrokken eigenlijk reageren. En ik keek op en toen zei ze, Alex, dood? En ik kon wel door de grond heen zakken. Ik zei, dat kan niet. Dat bestaat niet, want ik had hem eergisteren eigenlijk nog gezien. In levende lijven, in zijn huis. Ik had mijn fiets laten staan vrijdagavond, waar we geweest zijn op zijn verjaardag. Fiets laten staan. Zaterdags opgehaald weer. En daar hebben we nog gesproken over kinderen en over voetballen en alles. En opeens kreeg ik dus dat telefoontje van Marcel. En nou ja, je zakt door de grond heen. De politie heeft nog geen enkel aanknopingspunt in de postbankmoord. En wel staat vast dat de 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt door geweld om het leven is gekomen. De Dremptenaar werd gisteren dood in zijn uitgebrande auto gevonden in de bossen bij het Brabantse Erp. Hij was patiënt in de praktijk van mijn man. En ik zie nog mijn assistenten binnenkomen en die zegt, er is telefoon en dat is politie. Want er moest nog eerst een onderzoek gedaan worden aan zijn gebed. Nou, op dat moment denk je, wat, hoe kan dat? Wat, hoe? Want hij was natuurlijk onherkenbaar. Hij kwam nogal asgrauw binnen hier en zei, er is iets met Alex. Ik heb zijn gebitsgegevens moeten meegeven aan de politie. En toen s'avonds ben ik nog opgebeld door het Forensisch Instituut van, we zien dit of dit in de mond, maar hoe zit dat of dat? Dus dan geef je nog wat uitleg. Maar toen was het voor hun wel duidelijk. Dat was Alex. Moord is iets wat ver weg is. Dat heeft niks met jou te maken. Dat is iets onvoorstelbaars. En opeens is het er. Dat je zo iemand moet verliezen, op zo'n manier. Het is gemeen, hard. Abrupt. Meedogenloos. Weg. Zo'n moord. Het bewust afkappen van een leven. Dat maakt het extra triest. Daar kun je geen vrede mee hebben. Dat hoorde dus niet. Zo werkt dat niet. Ik mag oud worden, ik mag ziek worden misschien. Dat is ook al niet leuk, maar dat kunnen we begrijpen. Maar moord? Een leven. Onze broer. Een zwager. Een vader. Sportman, werken, goede werken. Ja, dat heeft hij allemaal weggenomen. De impact die zoiets krijgt op je privéleven is heel erg groot. Ja, het impact dat je met de zekerheid dat je je broertje nooit meer ziet. En dat is heel vreemd. Dat is een hele rare gewaarwording. Je wordt voorzichtiger en ja, met duistere figuren, zeg maar. Vooral in de buurt van. Je wordt ook voorzichtiger als je bijvoorbeeld in een parkeergarage bent. Kijk, toen mijn zus naar Australië verhuisde, was ook heel vreemd. Maar dan heb je nog in je achterhoofd van misschien dat we elkaar nog een keertje zien. Wat ook gebeurt regelmatig. We zien elkaar. De wereld wordt kleiner, het vliegen wordt makkelijker, contact wordt makkelijker. Ik kan haar zo bellen, zij kan mij zo bellen, we kunnen skypen, je kan elkaar zien. Maar dat kan je niet met Alex doen. De 44-jarige Alex Wiegmink, die begin dit jaar op de postbank bij Rhede om het leven is gebracht, is mogelijk het slachtoffer geweest van afpersing of bedreiging. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de vorig jaar vermoorde Alex Wiegmink uit Drempt mogelijk actief was in de homo-scene. Ik heb me daar verschrikkelijk eigenlijk kwaad over gemaakt. Ik denk, ja, hier worden allerlei geruchten, dus zo gaat dat. Hij zou dit, hij zou dat, hij zou misschien wel in de drugs hebben gezeten en noem het maar op. Ik ben in eerste instantie daar natuurlijk ook heel erg op
boos over geweest. En ik heb er ook heel fel op gereageerd. Ja, er zijn mensen met een dubbel leven, maar dat kon ik me bij hem gewoon niet voorstellen, dat het zo'n open man was. En dan, toen dacht ik wel, misschien het fotootje op de kaart, of wat ook verspreid is, Alex, als, die eruit zag als Freddie Mercury, dat mensen op zo'n idee zijn gekomen. Ik weet het niet. Je kunt je er niet tegen verweren. Je zou het wel willen roepen van mensen, hou op met die rare onzin. Die geruchten, het is ontzettend verdrietig voor nabestaanden om dat allemaal te moeten aanhoren voor zijn kinderen. Maar aan de andere kant moet je het natuurlijk ook van de recherchekant bekijken. Kijk, als ze inmiddels al een maand of 8, 9 bezig zijn met heel indrukwekkende recherchemogelijkheden om te proberen om die moord boven water te krijgen en te proberen de daders te achterhalen, en ze krijgen nergens wat op, dan ga je proberen om met proefballonnetjes misschien reactie uit het publiek te krijgen waarin de zaak wel opgelost zou kunnen gaan worden. En dan moet je ook alle middelen te maat nemen, vind ik ook, die er eventueel toe zouden kunnen leiden. De politie gaat er niet langer van uit dat de vorig jaar vermoorde trimmer Alex Wiegmink uit Drempt homo-ontmoetingsplaatsen bezocht. Onderzoek op deze plaatsen heeft niets opgeleverd. De onbevangenheid waarin onze familie functioneerde op een hele plezierige manier en ook goed omgaan met elkaar, dan gebeurt zoiets dat er een van je bloedverwanten op zo'n afgrijzelijke manier om het leven komt. En dan gaan er zich krachten van buitenaf afspelen die je niet meer tegen kunt houden. Wat je wel heel graag zou willen, maar je kunt ze niet meer tegenhouden. Eén moord kost meer levens. En daar bedoel ik mee dat de moord op een man of een vrouw ook de levens van de nabestaanden vaak helemaal kapot maakt, ruïneert. Dat heb ik ongelooflijk vaak gezien. Mensen kunnen dat verdriet niet verwerken, kunnen er niet mee omgaan dat de zaak niet wordt opgelost, dat de dader niet gepakt wordt. En in hun frustratie en verbittering komt het dan ook nog heel vaak voor dat de persoonlijke contacten in de familie ook nog onder druk komen te staan. Omdat iedereen zo'n moord op zijn eigen manier verwerkt. Ik heb in het begin ben ik achter Geet gaan staan. Wat zij daarvan vond en wat zij wilde. Zij wilde eigenlijk gewoon doorgaan met haar leven. Je pakt niet zomaar een mensenleven. Nee, je hebt het leven van mijn broertje afgepakt. Het leven afpakken van iemand die nog zoveel had willen en kunnen doen in het leven. Dus met zijn kinderen, met zijn gezin. Maar ook zelf. Had zelf nog zoveel kunnen beleven. En Peter wil doorgaan met... Tuurlijk, die wilde doorgaan met het achterhalen van wie het eventueel de moordenaars waren. Nee, ik ga door omdat ik de onrechtvaardigheid niet kan verwerken. De onrechtvaardigheid die pas opgelost wordt op het moment dat de moordenaar op mijn broer, als die berecht is. Begin van dit jaar meldde zich bij ons een tipgever en die zei: ik weet wie de moord op Alex Wiegmink heeft gepleegd. En inmiddels zit die persoon ook vast. Het zijn vaak kleine dingetjes die dan zo'n zaak weer aan het rollen kan brengen. En dat is ook wat ik Peter Wiegmink vaak voorhoud. Hè? Als die zegt van ja, maar wat kunnen we nu nog? We hebben nu wel alles gedaan, het zit vast. Dan zeg ik altijd van nou ja, Peter, morgen kan er eens iemand bellen of mailen. En die zegt van luister eens, ik was met meneer X bevriend. En die heeft een keer dit of dit gezegd. En ik heb nu ruzie met hem. En ik vond dat ik jullie dat toch moest vertellen. En de ervaring leert ook dat dat altijd wel gebeurt. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de laatste van de 4 verdachten vrijgelaten. Er is te weinig bewijs om Arnhemmer Bernard K. voor de rechter te brengen. Die Bernard K. heeft een crimineel verleden. Die is ook onder meer als autokraker op de postbank actief geweest. En dus toen dachten wij van dit zou best wel eens raak kunnen zijn. Het onderzoek naar de dood van Alex Wiegmink uit Drempt zit na 6 jaar weer muurvast. Ja, en nu is de vraag, kwam het niet rond omdat hij het werkelijk niet gedaan heeft en er dus geen bewijs was? Of kwam het niet rond omdat het bewijs niet te leveren was?
mensen in je omgeving proberen mij ook duidelijk te maken door te zeggen van, jongen, wat je ook doet, je krijgt Alex niet meer terug. Dan kijk ik zelf verbaasd aan, dan zeg ik, dacht je dat ik dat niet wist? Je vertelt nu, hè, je trapt een open deur in. Logisch is dat. Dat mag duidelijk zijn. Maar de onrechtvaardigheid die in me opborrelt op het moment dat ik denk en weer onderga dat mijn broertje vermoord is. Gewoon koelbloedig vermoord. Weggerukt uit zijn leven. Dat maakt me wel zo verschrikkelijk kwaad. Kunt u het laten rusten? Die zal mijn motten. Je kunt het toch niet veranderen? Het moet geen obsessie worden. Het moet je niet gaan bezitten. Deze zaak. Het is al erg genoeg, natuurlijk. Na die dag ben ik er dagelijks terug geweest. Dan parkeerde ik mijn auto elke dag tegenover de plek waar het is gebeurd. Ik ben er zo verdrietig van geweest. Alle restanten van de uitgebrande auto die de politie heeft laten liggen, heb ik opgeraapt. Ik heb ook nog een deurklink van de auto gevonden. Ik ben er heel nauw bij betrokken geweest. Elke ochtend deed ik daar een gebedje voor meneer Wiegmink. Ik heb ook nog een gedenksteentje gemaakt voor bij de boomstronk waar het was gebeurd. Een paar keer per week legde ik daar ook wat bloemen neer. En ik heb alle krantenknipsels bewaard en nog een foto geplastificeerd die toen in de panorama stond. Maar ja, ik kwam daar nog heel lang. Ik hoop dat het geweten van de personen die dit hebben gedaan wel hun parten gaat spelen. Je kunt toch niet zomaar een familie in het ongewisse laten? Als de dader niet gevonden wordt, dat je toch je hele leven denkt van, wie is die figuur die dat gedaan heeft? En waarom? En ik denk dat dat tot je dood blijft beheersen. Dat boek is voorlopig nog niet dicht. De moordenaars die lopen nog vrij rond. En nee, dat is nog niet dicht. Nou, ik krijg het wel eens van kennissen. Die vragen er wel eens naar. Hoor je nog wel eens wat van de zaak van Alex? Nee, dat is pas dicht. Als die moordenaars berecht zijn. Mensen zijn er toch wel, hebben er toch wel belangstelling voor. Dat lijkt me op zich wel prettig. Dat is toch prettig dat je er even over kunt praten. Ik heb heel veel steun gehad aan mijn vrouw natuurlijk. Of wij hebben steun aan elkaar. Onze zoon heb ik heel veel steun aan. Aan mijn schoonzus en mijn zwager heb ik heel veel steun aan. Die wonen hier dichtbij. Ja. Daar put u troost uit. Ja. Daar kunnen we altijd terecht. Ja. Ik ben nog steeds hoopvol gestemd dat de zaak opgelost kan worden. Ik heb hem zeker niet afgeschreven. En dat is ook wat ik tegen Peter Wiegmink altijd zeg. De Puttense moordzaak is na 14 jaar pas opgelost. De moord op Andrea Lute heeft ook enorm lang geduurd. En zo kan ik nog wel een rijtje zaken opnoemen. Het is een kwestie van de lange adem. Je moet volhouden, aan die boom blijven schudden. En dan op een dag, ben ik ervan overtuigd, komt er toch duidelijkheid in. Natuur, vrede, vreedzaam, mooi, rust. En dan krijg je dat verwoestende dood, zomaar. Ja. Het is niet te bevatten. Het is ook niet in woorden te vatten. Het is nog veel erger dan erg. Er zijn bepaalde dingen in het leven die kun je niet in woorden vervatten. Dat kun je alleen maar doen met gevoel. En dan appelleer ik weer, voor de zoveelste keer, aan die mensen die iets weten. Kom in hemelsnaam, kom ermee voor de draad. Doe het voor mijn part anoniem, maakt niks uit. Maar vertel iets. Vertel. Natuurlijk kan ik het niet afsluiten. Je praat over een van de liefste dingen die ik had in mijn leven. Dat was mijn kleine broertje. Natuurlijk kan ik het niet afsluiten. Bij
Binnenkort verschijnt het boek bij deze serie met verhalen en gedichten die troosten bij verlies en verwerking. Kijk op teletext pagina 230 of bestel direct via webwinkel.kro.nl.